dieren ontsnappen. Oh. Wat moet ik doen? Dierenarts roepen. Ik ga geen 1000 euro eraan uitgeven, veel te geld. Dierenarts. Hey mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video. Deel van spelen we Planet Zoo, waar we de diertjes goed moeten verzorgen en natuurlijk onze eigen dierentuin met zoveel mogelijk dieren en zoveel mogelijk bezoekers moeten opstarten. Ditmaal zitten we nog een beetje in de beginfase, maar we komen er langzaam wel doorheen. Wat ik dacht dat we eerst heel eventjes gaan doen is even kijken hoe onze dieren erbij staan. Oké, deze zijn dus wel goed, dus zwarte beer als het goed is. Ja, zwarte beer. Maar de komodo vooraan. Oké, die zit niet zo erg goed. Oké, moeten we even opzoeken. En wat heeft de komodo eraan dan niet goed? Hij heeft meer verrijking nodig. Voersoorten heeft hij nodig. Oké, dan gaan we het even opzoeken. Oké, ik heb hier eentje. Waar ze lekker aan kunnen knabbelen volgens mij. Deze dan hier naast de bal neerzetten. Lijkt me wel een goed plekje. En hoeveel hebben we nu? 80%. Oké, dan kunnen we nog zo eentje. Hallo. Misschien op play zitten gehad. Ah. Dan hebben we nog zo eentje waar ze ook alleen kunnen knabbelen, lekker kunnen eten. Wat ze hier precies uithalen, weet ik niet. Maar dan kunnen ze wel lekker eten in ieder geval. Zo, is het dan nu goed met de dieren? Ja, goed genoeg in ieder geval. En wat ik ook nog dacht, dat ze misschien wel een nieuwe dieren kunnen aannemen. Want nu zijn ze de dieren toch heel tevreden. Dus, en de klanten ook. Dus ja, dan kunnen we misschien wel wat meer dieren aannemen. Of kopen in ieder geval. Even kijken, is er misschien nog een leuke die ertussen zit? Oké, ik heb hier eentje gevonden, de graffelbok. Deze is 4,3 jaar oud, deze is 4 jaar. Het vrouwtje willen we sowieso natuurlijk. Maar welke van deze twee is het best? Volgens mij deze hoor. Oké, dan kunnen we even een omheining voor hem maken. Zo, dat lijkt me in wel genoeg ruimte voor de graffelbok. Kunnen we ze erin zetten. Ik had ook een keer gezien dat je ze eigenlijk eerst hier moet zetten. Want dan kunnen ze controleren of ze ziektes hebben of zoiets. In ieder geval iets in die richting was het. Dus dat kunnen we ook eerst even doen dan. Oké, nu gaan ze het doen. Nu gaat hij onderzoeken dan of zo. Hoe werkt dat? Ach, en anders weet je. Dan zien ze het straks wel als ze hierin zitten eenmaal. Dus dat zal ook vast wel goed zijn. Sowieso moeten we deze kant eventjes van glas maken. Anders kunnen de mensen natuurlijk helemaal niet in kijken. Ja, dat willen we natuurlijk ook niet. Hier moeten we glas van maken. Prima. Hallo meisjes. Kijken jullie al een beetje naar binnen? Een beetje gras, hè? Ja, mooi. Wat hebben jullie eigenlijk gekocht? Wat is dat? Een hamburgertje? Het is gewoon een wit papier. Ja, lekker handig, jong. Wit papier kopen. Ah, daar is die. En dit is het mannetje, als het goed is. Het vrouwtje zit nu er middenin. Maar het mannetje is wel iets groter dan het vrouwtje. Kijk, zie je het? Nou, wat hebben ze nodig? Wat heeft het graffelbok nodig? Het terrein is goed. Aarde, kort gras kan meer, lang gras kan iets minder, aarde moet iets meer. Maar in ieder geval de omheining en zo, de hoeveelheid van wat er allemaal is. Prima. Hij had meer kort gras nodig, zo'n beetje. En meer aarde, hè? Zou het zo een beetje goed zijn, denk je? Maar ik wil ook wel heel veel kort gras, want dat lijkt me wel grappig. Ja, oké, meer kort gras nodig. Hier lekker veel kort gras. Zo, nu heeft hij weer te weinig lang gras. Ja joh. Hier een beetje lang gras. Aarde is goed. Perfect. Oké, nu heeft hij alleen nog een shelter nodig. Zoveel komen hier waarschijnlijk niet, dus ik denk dat dit op zich wel goed is. Hier een beetje in de modder. Doen we een lekker groot slaapbedje erin. Of anders doen we groot achter. En dan kunnen we hier een middelgroot. Dat is prima. Of anders. Daar doen we ook gewoon groot voor. Prima lijkt me dat. Oké, wat hebben ze nog meer nodig? Ze hebben dus niet echt planten nodig. Kan wel, dat doen we dan straks wel. Niet het belangrijkste in ieder geval. Oké, ja, ze hebben dus wel planten nodig. En die moeten snel mogelijk als je in één kant van het glas kan kijken. Dat heb ik dus nodig. Want volgens mij raak ik best gestrest van al die mensen. En je moet ook even research op inzetten. Ah, de research is complete.
erg fijn. En even research op bezetten, zodat ze wat meer eten beter eten krijgen en deze spulletjes. Oké, dan moeten we dus... Waar zijn nou? Hier zo. Oké, wat heeft hij nodig? Biome. Grasland en gematigd. Continent Noord-Amerika. Doe maar even nog... Dit is een struik. Doe maar gewoon een grote boom, is dat ergens? Waar die onder kan staan. Nee, dit is beter. Maar kan ik hem niet gewoon hier iets voorzetten, zodat ze hier de rust krijgen? Kan dat? Ja, dit zoiets. Doe ik gewoon een beetje hiervoor dan. Nou, als het goed is, kan je het ook allemaal kopiëren. En oké, dan moeten we een beetje draaien. Zo, kijk, dan kunnen ze het een beetje verstoppen achter. Misschien nog maar even een keertje. Doe ik gewoon nog een keer hierachter, zo. En dat is wel prima, denk ik, toch? Ja. Ja, is goed zo. Zit je nou te poepen? Oh, wat deed je? Ik ging net niet zitten. Nou ja, het zal wel. Het zijn dieren, hè? Dus ze zijn niet altijd goed voorspelbaar. Ja, wat is dit? Oeh, het is wel een mooi bloempje. Beetje hier vooraan. Zo. En dan kunnen we misschien nog een boom hier zetten. Iets kleiner misschien. Nog een klein boompje. Dat is een beetje groot. Een struik meer, toch? Ja. Anders een huge boom. Een hele kleine. Oké, dat is een beetje huge. Met een beetje minder blaren dan ook wel. Van is dit? Dat kan ook wel. Hier zo een beetje neerzetten. Zo is af. Maar dan moet je natuurlijk niet de voederdingen vergeten. En het water. Ik denk dat ik gewoon een middelgroot hier zet. En een kleintje hier zo. Want stel ze hebben stress, dan kunnen ze alsnog gewoon eten. Dan zit je een beetje achter. En een waterleiding ook hiervoor, maar wel een beetje onder een boom, denk ik. Hier zo ongeveer. Maar misschien onder, niet helemaal onder een boom, maar je zit open wel achter een boom. Hier zo dus. Achter een boom, kunnen ze een beetje verstoppen misschien. Of tanks dat ze kunnen verstoppen. En dan gewoon een klein waterkommetje hierbij. Zo. Raak ze in ieder geval nooit in de stress. Dat is meestal als de bedoeling. En dan moeten we nog een klein speeltje neerzetten voor hen. Waar ze lekker met de rug dicht aan kunnen schuren. Kunnen ze hier überhaupt doorheen lopen? Als dat kan, kan ik hem hier perfect neerzetten. Maar ik ben bang dat dat eigenlijk niet kan. Dus dan, dit is meestal denk ik het looppad dat ze dan lopen. Of misschien hier langs. Dus deze wegen moet ik denk ik even open houden. Dus dan denk ik gewoon eventjes hier zo de varens neer. Nou, ze hebben ze wel een beetje van het verrijking, maar niet echt heel veel. Als ik nog zo'n graffelbok kan vinden, dan koop ik er nog eentje hoor. Oké, wat is dit? Heeft geen power. Ah, die moet dus gerepareerd worden. Moet deze ook gerepareerd worden? Nou, sowieso. Even kijken. Oké, die deze daarna ook, maar daarna zit hij waarschijnlijk zonder stroom. Dat zou best kunnen. Oh. De dieren gaan snappen. Oh. Wat moet ik doen? Dierenarts roepen. Ik ga geen 1000 euro eraan uitgeven. Ik vind het geld. Dierenarts. Dierenarts kan ik vast voorkomen. Hoop ik in ieder geval, want anders ben ik echt duppie neut. Ja, kijk, er is die al. En hij ligt neer. Mooi. En hij kan naar de andere. Is je nu een beetje geheeld? Niet echt. Nou, monteur, doe eens een beetje je best. En je hebt een cadeautje. 300 bezoekers. Ah, we hebben er al 380. Het gaat zeker goed. Gaat vooruit. Kunnen we misschien dan nog... Waar is het? Marketing. Ah, die is klaar. En doen we nog zo'n marketing. Doen we het ontbijt gaan. Poster. Doen we advertenties in de krant deze keer. Wordt deze pinautomaat nou een beetje gebruikt? Hoeveel heb ik eigenlijk? Ja, 5 cent transactiekosten. Dat is perfect. Niet te veel, niet te weinig. 5 cent, dat kunnen mensen wel betalen. Misschien moet ik hier ook wel een verzorger verroepen, want ik zie echt heel veel poep liggen. Doe maar niet. Doe maar ook hier trouwens een verzorger verroepen dan. En gewoon overal weer een verzorgertje verroepen. Dat is vast goed komen. Kijk, heb ik mensen met hoge werkdruk? Oké, padmedewerker kan wel even eentje bij. Verzorger kan wel eentje bij. Een monteur... Niet per se, want hij heeft het nu natuurlijk heel druk, maar
momenten zijn er ook echt dat hij het niet druk heeft. En hij is natuurlijk hiermee bezig en dan heb je het automatisch druk. Tenminste, vindt het spel. Die heeft natuurlijk helemaal niks te doen. Ik vind niet echt dat ik hier een nieuwe voor hoef aan te... Misschien eentje, daar doe eentje. Niet meer. Anders kost mij natuurlijk ook weer geld. Dierenarts. Gaat wel goed. Hoeft in principe niet zoveel te doen op plaats van research. Oeh, er zijn weer 2 gaffelbokken beschikbaar. Nou, ik ga hem gelijk kopen. Alle 2 gelijk in de dieren te zetten. Want volgens mij mogen ze met 11. Dat is wel genoeg moeten zijn. Dus dan kunnen er sowieso wel 2 bij. Dus nu met 4 zijn ze dan. Nou, nu nog 2, maar straks zijn ze met 4. Dat zal vast wel goed komen. Denk je dat het een vijand is? Het is gewoon je speeltje waar je mee kan spelen hoor. Oeh, daar ben je al. En er komt de andere. Even weglopen. Ja, dankjewel. Deze is veel groter dan dit vrouwtje. Nou, gaan we kennis maken. Hallo, je gaat gelijk vandoor. Je gaat gelijk vandoor. Kun je niet een keer eten? Ah, verzorger wordt geroepen. Maar kan ik niet hier ook zo'n voederding maken waar de verzorgers een voeder kunnen maken of zo? Of voedsel? Waar staat dat? Ah, dit. Voedsel. Even kijken. Is dat niet dan voor deze mensen hier? Het is toch alleen maar pad voor de personeel, is er maar niet zo uit. Oké, dan moet ik hem dus hier zo neerzetten, want anders hebben we weer problemen. Ik kan ze hier ook gewoon voedsel maken voor deze. Oké, deze zit natuurlijk heel dichtbij weer hier. Is er maar niet zo uit, maar deze, af van die naar hier is best ver lopen. Niet heel ver, maar redelijk. Het is in ieder geval makkelijker om deze hier te hebben, vind ik. De faciliteit heeft geen stroom. Oh nee. Krijgen we dat weer? Dan moet ik weer zo'n transformator plaatsen die stroom kan genereren. Doe het dan wel hier. Heb je voedsel? Mooi. Doe het ook een beetje hierin, hè, zodat ze wel goed kunnen eten. Gaat hij nou eten? Vindt hij nou te eng? Nee, jij gaat eten. Kijk, dat vrouwtje is echt groter dan dit vrouwtje. En dat vrouwtje is echt een grote vrouwtje, hoor. Kijk dan. Zie je dat? Echt groter. Ah, we hebben dus nu nog een speeltje erbij. Oh, voedsel, dat hebben we nodig. En nog beter eten. Dan kunnen we dat beter eten aangeven. Toch? Ja. Kost wel meer geld, maar heb ik er wel voor over in ieder geval. Krijgen ze niet meer van dit mooie spul. Misschien wel vers gras. Zou dat bij de laatste fase pas zijn? Dat weet ik niet. En ze hadden nog een ander speeltje gekregen. Grasbal. Geen idee of ze het leuk vinden, maar ze kan wel hier neer. Vinden jullie dat leuk? Ja, dat is leuk. Bonus voor andere soorten. Kunnen ze met andere soorten dan? Amerikaanse buzzel kunnen ze. Inspecteur. Inspecteur is er. En wat vind je van het park? Oké, je bent er dus net. Als de inspecteur klaar is, gaan we nog wel even een keer kijken. Maar nu gaan we even kijken wat dit heeft gedaan. Omheining, wat kunnen we dus nu? Beton, ja, daar hebben we dus niks aan. Dat is gewoon een rang 6 of zoiets, was het. Iets in die richting. En we willen dus die 2 glazen, dat ze 2 kanten op kunnen kijken of zo. Iets in die richting. Dat de ene kant wel en de andere kant niet kan kijken. In ieder geval als dat hier past. Want ik heb ook wel eens gehad dat deze kant vanaf deze kant niet kan kijken. En vanaf deze kant wel. Ja, dan hebben de dieren wel kijken, de mensen niet. En dan moet ik andersom zijn. Dus dat moeten de makers dan nog even aanpassen. Maar voor de rest wel goed. Ja, is het een beetje goed? Oh, wacht. Ik ben helemaal vergeten om je donatie... ik ben nog meer dingen vergeten hierbij. Oké, waar staan dat überhaupt? Faciliteit staat, als het goed is. Donatiebox in ieder geval. Deze natuurlijk. Weer formatie. Formatieborden. Tenminste, heb ik hier wel. Ja, ik heb ze gewoon. Mooi. Dus ik hier gewoon een informatiebord. Over de gravelbok. Perfect. Dus we zijn natuurlijk niet geïnformeerd, hè?
dan nog... Oh ja, dit. Vuilnis pakken. Hoppa. En nu alles erin gooien, hè? Niet op de grond, want dan moeten mijn medewerkers weer wel eens opruimen. Dat willen we niet. Doe je goed je werk? Ja, dat dacht ik wel, hè. Je hoeft nog niet zoveel op te ruimen. Dat iedereen natuurlijk in de prullenbak gooit. Zie ik dier ontdekt? Nee, hadden ze... Oh, gelukkig. Ze is bezig met ophalen. Voordat de inspecteur het zag. Waar is die? Oh, die is nu hier. Wat zijn ze met z'n tweeën? Ook wel eens bijzonder dat ze gewoon hetzelfde eruit zien. Ook er twee? Waarom heb ik er twee? Is dit een glitch of zo? Of hoe werkt dit? Educatie kan dus nog wel wat omhoog. Reinheid is goed, voor de rest is alle park goed. Educatie. Maar wat moet er nog meer van educatie neerzetten? Want hier een bord, twee zelfs. Een bord. Hier kan misschien nog meer educatie, maar ik ga niet hier twee borden voor hetzelfde ding neerzetten. Hier twee borden, genoeg toch? Moet ik nog meer neerzetten. Nou, dan vind ik het in ieder geval weer tijd om dit spel af te sluiten. Vond je dit spel nou leuk? Laat dan sowieso een like achter. Of vond je mij nou leuk met commentaar en dat soort dingen? Laat dan ook gewoon een like achter. Abonneer hier beneden. En ik zeg tot de volgende keer.